Hoofdstuk nummer 17, vers nummer 23 van de Koran. وَقَضَى رَبُّكَ أَن لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. En jouw God heeft beoordeeld om niemand anders dan hem te aanbidden. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. En met de ouders een goede omgang te plegen. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, aanbid mij alleen, tawhid, en daarna direct وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Vandaag was er een patiënt die geen afspraak kon maken op een van de locaties van ons. Waarom? Omdat ze niet kon komen daar. Ze had 3 kinderen, maar geen één kon ze vragen om haar te brengen naar een van de locaties, waardoor ze een langere wachttijd heeft. Langer moet wachten op haar afspraak. Ongelooflijk. Hoe vaak zien we dat kinderen hun ouders vergeten, hun ouders niet hun recht geven. Die ouders die zoveel voor ons gedaan hebben, waar Allah subhanahu wa ta'ala keer op keer op wijst. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلْ. In de vers daarna zegt, en verlaag de vleugel van genade voor hen. Dat neem ze op in jouw vleugel van genade en word niet iemand die alleen aan zichzelf denkt. Wanneer hebben we voor het laatst onze ouders gevraagd? Wanneer hebben we voor het laatst gevraagd, hé pa, hé ma, hoe gaat het met je? Heb je iets nodig? Kan ik iets doen voor je? In plaats van te vragen wat zij voor ons kunnen doen. Hoe vaak is het zo dat wij in discussie gaan met onze ouders? En dat we denken dat we het beter weten en dat we daardoor onze stem verheffen, gemeen gaan doen. Allah zegt, وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلْ. En verlaag die vleugel van genade, van barmhartigheid. Wees barmhartig met je ouders. Bel ze op, vraag ze hoe het met ze gaat en of je iets voor ze kan doen. Uiteindelijk is dat wat Allah subhanahu wa ta'ala tevreden maakt. Succes met deze opdracht tijdens deze heilige maand.